Hoe was de carnaval? Goed hoor, netjes gezellig dag gehad met z'n allen. Eén dagje maar? Eén dagje maar, ja, alleen maandag. Netjes gehouden dus? Heel netjes, maar op tijd weer weg, dus was wel leuk. Ik denk dat jullie al flink herkend zijn, dat je achter de foto overal terugkomen, jullie als Romeinen. Ja, ik denk dat het wel leuk was toch, zo onder elkaar, een beetje teambuilding. Dus nee, was wel goed. Was dat ook even een keer nodig om met z'n allen van het voetballen weg te zijn en met z'n allen al iets leuks te doen? Ja, één keer in de zoveel tijd is dat wel leuk, ook voor de groep. Dus ja, was dat nodig, ja. Nu gewoon einde carnaval weer, alle blikken gericht op de competitie. MVV thuis. Ja, uitging het niet zo best, hè? Uitging niet zo best, nee. Ik was er toevallig, die wedstrijd was ik geschorst zelf, dus daar kan ik niet veel over vertellen. Alleen, morgen moeten we gewoon winnen, meer niet. Is het geloven nog bij NAC dat jullie kampioen kunnen worden? Ja, tuurlijk is het geloven nog. Maar het is niet het juiste moment om daarover niet te praten. We moeten gewoon zorgen dat we elke wedstrijd winnen. En aan het einde van het seizoen moeten we gaan evalueren wat goed en fout is gegaan. Ja, want Sparta blijft ook maar winnen. Dat is natuurlijk wel jullie gevaarlijkste concurrent. Dus een beetje met een blik naar Rotterdam kijken? Nee, helemaal niet toch. Ze hebben gewoon een goede ploeg. Goede trainer ook. Wij hebben een goede ploeg, wij hebben een goede trainer. Alleen nogmaals, we moeten nu niet gaan kijken naar dat soort dingen. We moeten nu gewoon elke wedstrijd winnen en dan zien we het wel aan het einde. Maar wat je zegt, dat is goed nieuws voor de fans. Vertrouwen is er nog binnen de spelersgroep dat dat kan? Vertrouwen is er 100%. Wij moeten gewoon elke wedstrijd winnen. En dan kijken waar je gaat eindigen. Allemaal te veel vooruit kijken als dit, als zus, als zo. Dat heb ik nooit echt gedaan. Met deze kwaliteiten moeten we gewoon iedere wedstrijd winnen. En dan zien we uiteindelijk nog waar het eindigt. Ik had nog een leuke alsvraag voor je. Want als jullie morgen winnen, zijn ze nog periodekampioen kunnen worden. Ja, periodekampioen. Maar volgens mij is dat maandag toch pas. Ja, het is een beetje een ingewikkelde rekensom inderdaad, ja. Daarom. Dat is ook mooi voor de fans. Als dat morgen zou gebeuren, dan hebben ze wel verdiend, denk ik. Ja, is het nog iets waar jullie dan uitbundig zullen gaan vieren? Of ja, is het kampioenschap veel belangrijker dan zijn periodetitel? Dat je waarschijnlijk toch wel die na-competitie gaat halen. Uitbundig vieren? Nou, dat denk ik niet. Nogmaals, ik denk dat het mooiste is voor de fans. Die hebben dat wel verdiend. Wij spelen denk ik, volgens mij, als je bij de eerste zes eindigt, speel je sowieso na competitie. Dus het is een mooie prijs voor de fans. Nogmaals, dat hebben ze verdiend. Ze zijn hier altijd met 15.000, 16.000 man. Dus een klein succesje voor hun zou ik wel fijn vinden. Het laatste dan. Ik hoorde jullie trainer pas een keer zeggen, van, ja, als het minder gaat bij NAC, zijn het ervaren krachten die een beetje met hun hoofd gaan lopen hangen en die niet echt meegaan. Je bent een ervaren kracht. Hoe heb jij die woorden destijds opgepakt? Nee, ik wil daar niet op ingaan. Ik voel me daar niet op aangesproken en ik heb daar ook nu geen zin om op in te gaan. We zijn in een positieve flow en we gaan morgen lekker wedstrijd voetballen en that's it.